Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van QTime. time En met je QTime, time zoals ik jullie iedere keer zeg, kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet gaan naar het event van Fred Koning? Want hij organiseert weer een Let's Talk and Chill Out event. Nou, hij gaat me vandaag er alles over vertellen, dus blijf gewoon rustig kijken. Fred. Hi, dank je voor je uitnodiging. Rustig aan, want je gaat gewoon. Yeah. <laughs> nee, 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 we're good, we're okay. good, we're good, we're good. Je weet niet hoe ik heet, hè? Nee, nog niet. Ja, yeah. Jelena. Jelena. Ja, yeah. oké. Okay. Aangenaam. Aangenaam. Fred Koning. Jelena, oké. Okay. Je hebt een evenement weer georganiseerd? Ja. Yeah. Of gaat het organiseren? Ga weer één organiseren. Uh -huh. um, ik doe namelijk um, vanaf 2022, doe ik Let's Have a Talk with Fred. Uh -huh. Het is een, uh, een evenement voor mannen. Uh -huh. Zodat we lekker bij elkaar kunnen komen en babbelen, brainstormen over hetgeen waarmee we zitten. Um, we kunnen leren van elkaar. Um, ik kan mijn ervaring met ze dieren. En dit keer heb ik besloten om een... Uh, een chill out ervan te maken buiten de stad. Mm -hmm. Normaal doe ik het bij Ruto aan de Gemeenlandsweg. Mm -hmm. oh. uh, ja, vandaar was het. Uh, yes, heilig. yes. Vandaar, <laughs> vandaar. Maar uh, uh -huh. ja, ik dacht van, weet je, laten we de natuur ingaan. Een mm -hmm. beetje modern nature, een duik. En uh, we zullen twee sessies hebben door de dag. Maar over het algemeen wordt het een chill out, een gezellige dag. Mm -hmm. Let's have a talk with Fred. Wordt al vanaf 2022 georganiseerd. Yeah. En... Voor de mensen die het misschien niet wisten, wat was de gedachtegang daarachter? Gewoon heb je een dagje van: hey, laten luister dan. We're gonna have a talk. Nee. Uh -huh. um, ik heb natuurlijk een leven achter de rug. Ik ben geen koekje geweest. Het was, was een taart, hè? Een lekkere taart. Een lekkere taart. Hey. Een lekkere taart. Hey. <laughs> um, ik heb een huwelijk achter de rug. Twee breuken achter de rug. En. In, 2022, uh, mijn toenmalige partner, heeft me uh, aardig klaargestoomd om een verandering te brengen in de man die ik vandaag aan de dag ben. En um, een vriend van me die zei van, Fred, nu is het tijd ervoor om, het, weet je, je bent een voorbeeld, je hebt een verhaal, deel het. En zo is Let's Have a Talk eigenlijk naar boven gekomen. En um, sindsdien heb ik dan uh, avonden georganiseerd, thema-avonden. Um, een was man behind the mask. Omdat we als mannen vaak genoeg lopen met een masker. En we weet, men weet niet wat erachter schuilt. Ego. Maar ja, net als wat je vroeg. De reden daartoe is um, mijn ervaring delen. En ook um, ervaring opnemen om een betere man te worden in de maatschappij. Vader voor mijn kinderen. Dat is de gedachtegang erachter. Okay. Prachtige gedachte, hmm. Je bent uh, klaargestoomd in 2022 en Let's Have a Talk with Fred actually became reality. En je hebt het ook gewoon direct afgebakend, want niet iedereen mag met Fred komen praten. Dit was echt voor de mannen. A safe hmm. space voor uh, yeah. de mannen. Ja, ja. Oké. We zijn al twee jaar verder mm -hmm. en nu gaan jullie buiten de stad. Ja. Yeah. So los van de casual talks of de actual talks die je dus hebt, de sessies die jullie hebben met elkaar, wat kunnen we, wat kunnen de, want ik mag niet komen natuurlijk, maar wat kunnen de mannen verwachten nog meer? Sowieso, um, wat ze altijd al verwachten van de evenementen, is kennis opdoen. Um, op Het um, is ook een vorm van een healingproces, omdat je daar komt en er zal zeker een man zijn die iets heeft ervaren dat jij hebt ervaren, want wij mannen we gaan niet makkelijk ergens naartoe om te praten. Maar doordat je dan door het evenement, je gaat dan connecten met de persoon, eigenlijk met de hele groep, maar die ene persoon die dat al heeft ervaren en jouw verhaal hoort, kan hij toe stappen en zeggen van hey, ik heb het zo geprobeerd, waardoor jij het mee kan nemen. Maar dat ligt helemaal jou. Dus eigenlijk start daar een helingsproces en ik heb vaak genoeg een deskundige erbij wanneer ik mijn themaavonden heb, mm -hmm. en dan kan je dan vanuit het evenement daarna kan je dan contact maken met die persoon om een proces in te gaan voor je eigen healing. Dat is heel mooi. Ja. Maar stel iemand kijkt nu en denkt van hey, hier moet ik bij zijn. Mm -hmm. um, wanneer mag ik komen? Wanneer, wanneer ben ik mans genoeg om, 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 om een talk met Fred te hebben? Moet ik, moet ik 18 plus zijn? Of, of, of hoe kom ik, hoe maak, wat maakt me um, eligible? Ja, mooi. Um, ik doe het toch wel vanaf 18. Mm -hmm. Omdat je in Suriname hoort, en laat me niet praten over de rest van de wereld, maar in Suriname houden ervan vanuit dat je, zodra je eigenlijk 18 bent, dat je eigenlijk de richting van volwassenen gaat. En ik heb een zoon van 25. 24, hij wordt volgende maand 25. September, september. Oh. <laughs> september. <laughs> <laughs> en um, als ik kijk naar de opvoeding naar hem toe... dan zie ik dat je eigenlijk bij je 18e dan toch wel een bepaalde richting opgaat naar het serieuze. Dus eigenlijk met deze avonden wil ik dan ook naar hun brengen... zodat ze een andere kijk kunnen hebben naar hun toekomst. Weet je want vandaag aan de dag... dan is het party en, en fun enzovoorts. Maar als je je dan aansluit hier... Is het, een, uh, het is een groeiproces, hmm. het is alvast een start. En uh, ja, ik start van 18, liefst 18 naar boven. Oké, okay. we hebben dus de age limit gezet. Hmm. Nu, weten, nu wil ik weten, want wanneer is het? Wanneer, wanneer kan ik die mannen van me sturen van hé, hey, jullie, jullie hebben buiten de, de staat trip met Fred. Wanneer is het? Hoeveel kost het? Is het gratis? Mogen ze nee. Moeten ze gewoon komen? Moeten we eten meesturen in een bakje? Nee, no, 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 no. ze, ze gaan eten. Ze gaan goed eten. De chill out is op 3 augustus. Um, we gaan naar. Oei, die plek weer. We gaan buiten de stad, achter yeah. Sanderij. Die namens mee even ontgaan, oké? Okay? Okay. Uh, het kost 750. En we gaan naar Cabernadorp. Cabernadorp gaan we. Ja. Dank We gaan naar Cabernadorp. Zien achter. wachten. Is oké, we got you. Ja. We hebben jullie ja, rust. Ja, ik voel het, ik voel het. <laughs> we gaan naar kamenna Het is 750. Um, we gaan met de bus. De verzamelplaats en vertrek vanuit Oos. Dat is aan de Drambandersgracht. Ik denk dat dat uh, is het IBS-bondsgebouw um, is. We vertrekken van daaruit um, om 8 uur. Het wordt de hele dag. Ik zei net al, het is 750 all in. het is voor de bus, het is voor de plek. Er is eten, er is drinken, er is. Uh, hoe noem je dat? Fruit heb ik ook gezien. Fruit komt er ook bij, we mm. hebben barbecue. Um, we, hebben, we gaan kennis vergaren. Ik heb twee heren die um, sessies gaan geven. Meneer Vincent Narendorp, die gaat het hebben over de gezondheid. En uh, Barney Overman, het is een. Uh, ja, ik noem hem een stressspecialist. Het is iemand vanuit het leger die echt met jongeren werkt en ook opleidingen heeft gegeven. En hij is ook door een fase gegaan in zijn leven. En dat gaat hij dan ook met ons delen. En dat is één ding wat we sowieso hebben als mannen. We moeten, als we dat kunnen delen met elkaar, hoe we ermee om zijn gegaan, dan moet het wel lukken op een bepaald moment. Nee, het moet het zeker lukken. Dan moet het zeker lukken. Nou, ik denk dat jullie een hele leuke. ...educatieve, gezellige dag zullen hebben met jullie mannen samen. Ja. En ik gun jullie dat van harte. En ja. ik denk dat er nog veel meer van deze dingen georganiseerd ja. moeten worden. Dus ik ben je alvast dankbaar dat je het ja. initiatief hebt genomen... ...en al twee jaar lang ja. Ja. aan het doen bent en nog heel lang uh, mag blijven doen. Ja, ik ga er echt wel voor, omdat uh, ik krijg... Er, er is vraag naar, er is vraag naar. En ik wil het echt in een ontspannen sfeer, gewoon een let's have a talk hebben. Ja. Weet je, het moet niet echt... Weet je, zo'n. Weet je, van. Streng dan. Ja. Het is gewoon een let's have a talk. En we maken er een mooie dag van. Ja, ik zou zeggen, let's do it. De belangrijkste vraag is: iedereen die nu heeft gekeken, al die mannen hebben gezegd ik wil gaan. Ze hebben vooral gezegd, hè, 3 augustus ja. ben ik er niet, want ik ga buiten de stad, ik ben buiten. Ja. Maar hoe kunnen ze. Waar moeten ze registreren? Hoe, moeten ze, wat, wat, hoe gebeurt dat? Oké, okay. um, op mijn telefoon. Uh, ze mogen een bericht sturen naar mijn telefoon: 8-7-6... 34, 36, mm -hmm. en dan krijgen ze alle informaties. Of ze kunnen op mijn Facebook page gaan: Fred Koning. Daar uh, deel ik mijn flyers en de informatie. En dan zou ik zeggen. komen. Komen? <laughs> komen. Nee. Ja. Het wordt een leuke dag. Ik. Uh... Ik ben, ik ben enthousiast voor jullie. Ik ben super enthousiast. <laughs> ik wil je bedanken voor het komen. Je ja, hebt het heel ja. goed gedaan. <laughs> ja, oké. Okay, okay. En nog vele na deze. Ja, so, sowieso. Er komen uh, veel meer. En het is niet alleen maar gewoon een chill-out. Ik heb laatst ook een, uh, een. Eigenlijk een beetje in de medische wereld. Want ook mannen zitten daarmee. Oh ja, en op die dag gaan we het ook hebben over sowieso het prostaat. Uh, Vincent okay. gaat dat heel aardig belichten. En hoe en mee om te gaan. Nee, spannend. Wordt voor jullie. Spannend. Ja, 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 ja. Nogmaals ja. bedankt voor het komen. Dank je voor je uitnodiging. Stuur je vriend, stuur je broer, je neef. Het wordt een mooie dag. Duidelijk. Ik, ik, uh, ik zet ze op de lijst. Dank je wel. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Fred Koning bij ons in de studio. En hij organiseert Let's Have a Talk and Chill Out. Want op 3 augustus gaan alle mannen naar Kabendendorp. Want jullie gaan jullie registreren. Jullie gaan naar Fred's Facebookpagina. En daar is alle informatie. Want voor maar 750 SRD organiseert hij een hele leuke trip. Alleen voor mannen. Waar jullie allemaal lekker met elkaar kunnen gaan communiceren in een safe space. Geen vrouwen die komen tja tja. tja ertussen. Het is gewoon een dag helemaal voor jullie. Eten, drinken, snacks, everything is geregeld. Er zijn drie mensen, twee mensen die zullen praten over een aantal belangrijke zaken die echt voor mannen zijn. Zo, so, wacht niet langer. Meld je vrouw, meld je vriendin, belt iedereen dat je 3 augustus niet beschikbaar bent, want jullie gaan buiten de stad. Dus uh, gewoon doen. En remember, your time plus my time is q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.